Fio of Simo goed voorbij komen. Samen met Troy van Dijk. Wat gebeurt er dan daarachter? Met de startnummer 711. Die zijn uitgezakt. Colin van Zutphen. We gaan ons opmaken voor de volgende halve finale. Inmiddels in de baan Steve van Schijndel. Steve van Schijndel wil doorgaan. Hij wil doorgaan naar die finale in zijn eigen klasse. Hij wil heel veel punten bij elkaar gaan sporten voor het kampioenschap op afdeling Zuid. Dus kijken of van Schijndel op die leidende positie weet vast te houden tot aan de finish. Ja, de drie fietsdekkers voorsprong op de rest van zijn deelnemersveld. Op een tweede positie dan leidend daar. Zo is het Rick Schakenraad. Schakenraad tweede, derde plek gaan we kijken. Stil Kuipers natuurlijk. En dan die dame Lola Brekkermans. Heel de dag 1-1-1-1-1. En nu zit ze op de derde positie in deze halve finale. Gaan we dit heel verhaal zien met Jim Struik. Jim Struik zit nu maar op die vijfde en vierde positie. Vijfde positie. Ah, die zijn overigens sluiten. De eerste vier zijn wel bekend in deze race. We gaan verder door naar de volgende. Van Schijndel. Wie is die Van Schijndel? Oh, die is echt een knaller, hoor, dames en heren.